Dit is een bespreking van het tweede stukje van paragraaf 35 van boek 21 van Ab Urbe Condita van Livius. In het voorafgaande heeft Livius verteld dat Hannibal een nacht op de Alpen heeft moeten doorbrengen, omdat zijn leger door Montani, door bergbewoners, in twee stukken was gehakt. Uiteindelijk in het vorige stukje lukt het hem om die bergpas over te trekken. En hij zegt iets over heeft net iets gezegd over de olifanten, die zorgen dat de kolonne, de Achmen, dat die veilig blijft. Nono die, op de negende dag, perventum est, is er aangekomen. Ik heb vertaald, bereikte men. Is er aangekomen op de bergrug van de Alpen, Alpes van groep 3. Dit is een genitivus meervoud, op de bergrug van de Alpen. Per, door, in via et errores, door onbegaanbare gebieden en dwalingen, dus omwegen. Dat pleraque, dat hoort bij in via, door zeer veel onbegaanbare gebieden en dwalingen. Bij die dwalingen een betrekkelijke bijzin, quos faciebant. Die dwalingen die maakten, en bij dat faciebant staan twee onderwerpen, namelijk fraus en valles. Die staan allebei in de nominativus. Wij zouden dit eerder passief vertalen, dus omwegen die gemaakt werden door bedrog en door ingegane valleien. Nu even wat meer in detail. Omwegen die, ofwel maakten het bedrog van de Ducentes, van de leidenden, het is een PPA, Ducentes betekent hetzelfde als Duques, zo werden de gidsen in het voorafgaande genoemd, en dat zijn die gidsen die door die Montani, door die bergbewoners, aan Hannibal waren meegegeven. Hannibal vertrouwde ze al niet, hè? En hier zegt Livius dat is dus terecht. Ze houden die Carthagers voor de gek. Dus die omwegen, die errores, die werden ofwel gemaakt door bedrog van de gidsen, ofwel wanneer er aan hen niet was fides, vertrouwen, wanneer er geen vertrouwen in hen gesteld worden, wanneer die Carthagers dachten die gidsen houden ons echt voor de gek, dan toen werden die als dat het geval was, worden die omwegen, die errores, veroorzaakt door temere in itai valles, door op goed geluk blindelings binnengegane valleien. Dat staat er letterlijk. Door het op goed geluk binnengaan van dalen. A conjectantibus iter, hoort bij elkaar. Conjectantibus is een PPA. Door radenden, door mensen die raden, en daarbij als leidend voorwerp iter. Door mensen die de weg raden. Dus Livius noemt twee oorzaken van die errores, van die dwalingen. De gidsen houden de Carthagers voor de gek. En als ze die gidsen niet vertrouwen, dan weten ze natuurlijk zelf de weg niet. Bidu, twee dagen. Stativa habita sunt moet je aanvullen. Stativa moet je castra aanvullen, dat is een onzijdig meervoud. Een stativa castra, dat is een staand legerkamp, een kampement. Dus ze kamperen, biduum, twee dagen in Jugo, op de bergrug. En data est moet je opnieuw aanvullen. Est hier enkelvoud, omdat quies, nominativus enkelvoud, vrouwelijk is. En rust is gegeven aan de soldaten. En bij die soldaten vermoeid door inspanning en het vechten. Pugnando un gerundium. Dus twee dagen is een staand legerkamp gehouden, habita, op de bergrug. En is rust gegeven aan de soldaten die vermoeid waren door inspanning en het vechten. En dan iets merkwaardigs. Er komen lastdieren waarvan de Carthagers dachten dat ze ze kwijt waren. Die komen terug naar het kamp. Nogal wat. Enkele lastdieren, jumenta, onzijdig meervoud. Lastdieren die prolapsa erant, die gegleden waren, prolapsa, die gestruikeld waren op de rotsen en van die berg afgegleden waren. Ze hebben het kennelijk wel overleefd, want ze komen terug. Dus die lastdieren, die perveneren is hetzelfde als pervenerunt, die kwamen aan in castra, dus in dat stativa castra wat daar genoemd wordt, bovenop die bergrug van de Alpen, die kwamen daar toch aan.
Seguendo door het volgen, gerundiumconstructie weer, door het volgen de sporen van de kolonne, door het de sporen van de kolonne volgen, door het volgen van, door de sporen van de kolonne te volgen, komen die lastdieren ook aan in dat legerkamp waar de Carthagers dus 2 dagen kamperen.